deze film begint bij een exorcisme. En dan komt er nog een hele film achteraan. Dus het is eigenlijk een totaal nieuw genre. Ik ben wel een heel groot horrorfan. Dus ik kon eindelijk een horrorfilm maken. Ik ben echt doodsbenauwd voor deze film. Verwacht jumpscares, vooral dat. Heel veel horror, gegil. Ik wil echt helemaal verrast worden. Dus ik heb geen idee wat ik mag verwachten. Dan wil ik jullie nu graag voorstellen aan regisseur Diederik van Rooyen en acteurs Guy Clemens en Gijs Scholten van Aschat. Ik denk dat het voor mij beter is om te doen dan om naar te kijken, want ik werd al eigenlijk wel niet goed hiervan. Exorcist scène, wie de exorcist wie kent, dat niet? Wie wil dat niet, ja. En ik zeg altijd, you can only be surprised. Ik wens jullie veel horrorplezier met The Possession of Hannah Grace. Ik trill nog steeds helemaal na, ik vond hem echt super eng, maar echt... Zo gaaf. Wauw. Echt crazy gewoon. Je moet wel ballen hebben om hierheen te gaan. Maar deze moet je echt zien. Dit was echt zo creepy. Ik weet niet, hoe verzin je dit? The Possession of Hannah Grace is nu uit. You better watch that. Checken. Bye. Bye. Name Hannah Grace. Age 22. Cause of death? Exorcism? In the name of the Holy Spirit. The Possession of Hannah Grace.